met een tafelvorm. Ja. Dat was een van de eerste die ik had gemaakt. Met een tafelvorm. Maar voor een ander hoeft het geen tafelvorm te zijn natuurlijk. Hè? Nee. Maar ik ben uitgegaan van iets met tafels. Want je zoekt toch steeds weer naar iets nieuws, hè? Ja, tuurlijk. Hey, het leuke is dat dit schilderijtje, dat staat daar achteraan, en dat heb ik net weggeschilderd. Ik schilder heel vaak werk weg, hè, als het me niet meer bevalt. Okay. Voor en na de behandeling. Leuk. Het was iets te hard, vond ik. Ik heb het wat vergrijsd. Dat vind ik absoluut beter. Toestand. Maar had je daar een bedoeling mee dan? Huh? Met die baan? Heb je daar een bedoeling mee? Of is het gewoon iets wat je graag als thema terug wilde laten komen in je werk? Kijk, ik zie daar die van 10, 15 jaar geleden staan. Kijk, deze. Nou, als dat er niet in zou zitten, zou ik de vorm minder sterk vinden. Het is gewoon jouw idee. Het is iets wat. Ja, maar het komt niet over. Ja, kijk, hier zit het bijvoorbeeld absoluut niet in. In het oudere werk heb ik het niet. Dus het is gewoon een korte tijd geweest dat je dat... Ja, dat is iets wat dan... Oh, dat is, ik weet al wanneer het begonnen is. Toen ik in Venetië was, dat is waar. Toen was het opvallend dat ik die kleur, die aan die haventjes, waar die bootjes aan lagen, heb je allemaal die blauw-witte palen staan. Dat vond ik zo spannend dan. Ik wil altijd dat mensen op een... Ze komen altijd met andere dingen naar voren. En dat vind ik eigenlijk het interessant. Het moet niet duidelijk iets zijn. Nee. Dat wil ik niet. Nee, natuurlijk niet. Je moet ook een beetje in je eigen fantasie... Ja hoor, helemaal. ...zijn werk kunnen doen. Ja. Nou, en dit was... Kijk, heel somber. Daar had ik een tweeluik in gemaakt. Ook weer met die lens. Deze. Oké. Mooi hoor. Ja. Eén schilderij had ik gemaakt, dat is met iemand meegegaan naar die protestdemonstratie in Den Haag. En dat een gek ding was dat. En dan had ik erop gezet, kunst achter de tralies. Dat is dit boekje. Zo vaag, een vrouw achter de tralies. Prachtig. Heel snel gedaan. Hij is wel in Den Haag geweest. Ik vind het een mooi ding. Alleen jammer van die treintjes. Huh? Jammer van die treintjes. Ik vind het wel een mooi schilderij. Een heel mooi schilderij. Zo. Dit. Maar die treintjes. Dit. Ja, toch huilen. Ja. Ik zal het weghalen. Ja. Heb ik zo gedaan. Ja, maar dat is dan te obvious, weet je wel. Ben ik helemaal met je eens, kijk. Ja, dat is veel beter. Laat iemand er zelf maar een huilend gezicht van maken. Zo is het. Tranen met tuiten weg.